Dus welkom allemaal. En ik ga u vanavond weer meenemen in het mooie systeem van Skyworld Community en de ontwerper Anatoly Janinsky. Ik ben Nettie Sommers. Ik ben vanaf 2016 al bezig hiermee. En hoe langer dat ik hierbij ben, hoe meer dat ik zie hoe geweldig dit wordt. Ik heb natuurlijk meer informatie dan jullie, maar dit is gewoon super. En ik wil jullie zoveel mogelijk meenemen in dit mooie verhaal. Want we weten allemaal dat de aarde vervuilt, dat er extreme weersomstandigheden komen. Daardoor gaan er dingen kapot, wat eigenlijk niet de bedoeling is. En er moet iets aan gedaan worden. Nu heeft Anatoly Janinsky een heel nieuwe manier van vervoer ontwikkeld. En zoals u ziet hier op de foto, hier is geen grond nodig die geëgaliseerd moet worden om een weg aan te leggen. Hier staan een paar pilaren in de grond en daaroverheen gaat een rail. Ik ga u straks verder uitleggen hoe dat allemaal precies is. Maar eerst, wie is Anatoly Janinsky? Hij is al 40 jaar bezig om een oplossing te zoeken. Hij is geboren in de omgeving van Tsjernobyl. En we weten allemaal wat dat wil zeggen. En toen zag hij wat er kon gebeuren en hoe de aarde kapot gemaakt kon worden. En hij wilde daar iets aan doen. En zoals u ziet links op de foto, dat is een foto die ik zelf gemaakt heb tijdens mijn bezoek in 2018 of 2019 aan het park. En het was geweldig om te zien, ook geweldig. Ik heb mee mogen rijden in de onderste wagon. En dat is een ervaring op zich, heel apart. En de bovenste, de wagon die erheen rijdt, die hebben we in 2019 mogen zien. Maar er kon toen nog niemand in meerijden. Hij werd toen echt in het begin getest. En er moet eerst 1 of 2 jaar getest worden vanaf 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Van zonsopgang tot zonsondergang. Om te kijken dat alle data verzameld kunnen worden. Om later ons in de wagons veilig te laten rijden. En dan moeten ze eerst ook certificaten voor krijgen. En daar laat ik u vanavond ook een aantal van zien. Dit is Anatoly Janinsky en zijn eerste project was linksonder een vrachtauto. Hij dacht toen al, het moet de lucht in, niet op de grond. Dieren moeten niet doodgereden worden, de natuur moet behouden blijven. Dus hij wilde de lucht in. En hier is gewoon een vrachtauto gebruikt met stalen wielen en dat is gelukt. En van daaruit is hij verder gegaan. En hij heeft daar hierover al meer dan 200 wetenschappelijke publicaties gedaan, 20 monografieën en 150 uitvindingen gedaan op het gebied van constructie, transport, werktuigbouwkunde, elektronica en chemische industrie. Hij is echt zeer veelzijdig, natuurlijk ook samen met zijn team. En dit zijn de modellen die ontwikkeld zijn voor passagiersvervoer van een 1-2 persoons tot meer persoons, zoals rechts onderin. Dat is een model wat verder uitontwikkeld aan het worden is, maar er kan heel veel. En dan zien we ook de containervervoer in het midden. Dat is iets wat tijdens de pandemie ontwikkeld is. Ze hebben niet stilgezeten, ze konden toen niet bouwen op locatie, maar wel bij de mensen thuis. En die hebben toen dit systeem ontworpen voor containervervoer. En dat lijkt nu nog een grotere vlucht te gaan nemen dan het passagiersvervoer. Maar nou zeggen mensen, ja, maar dit bestaat al lang. Waar heb je het over? Dat klopt, maar het is toch anders. Want in China, maar ook in Duitsland, zijn trams gemaakt. En dan hebben ze de wielen in plaats van de onderkant en de bovenkant gedaan. Maar de uitstoot is nog precies hetzelfde. Dus het idee van Janinsky is niet nieuw. Dat is er wel. Er zijn er meer geweest die boven de grond wilden. Maar je moet ook wel het milieu zien te sparen. En dat gebeurt dan. En dat gebeurt natuurlijk wel in de skigebieden, maar daar zijn de kabelbanen. En kabelbanen, daar zeg je het al, kun je geen 100 kilometers snelheid mee gaan halen. Hier zit geen motor aan, die worden met een kabel van onder naar boven rondgetrokken. Ook weer een heel ander systeem. Is ongeveer hetzelfde, maar echt niet hetzelfde. Als we gaan kijken hoe er gebouwd gaat worden via het systeem van vroeger, de bovenste twee plaatjes, dan ga je een weg aanleggen van A naar B. En dat wil zeggen dat er geëgaliseerd moet worden. En dat wil zeggen dat de dieren die er leven moeten verhuizen. Dat is niet de bedoeling. Het systeem van Anatoly Janinsky, het derde plaatje en het vierde, dat is dat de
waterwegen water kunnen blijven, de bergen. En dat ze de wegbedding naar het tweede niveau doen. Er worden pilaren gezet. Zoals je ziet kunnen meerdere pilaren. Maar men kan in de toekomst zelfs kilometers overbruggen. En dan zijn er af en toe maar een pilaar nodig. En men kan hiermee zelfs vanuit de lucht bouwen. En dat zijn getwiste snaren die door een ijzeren buis lopen. Daar heb ik zometeen ook meer plaatjes van. Maar als ze dan die getwiste snaren door die ijzeren buis hebben, dan moet het natuurlijk wel aan het eind vastgezet worden. In een station of op een eindstation. En dan moet je hetzelfde zien als in het klein bij een gitaar. In gitaar worden ook snaren gespannen en die kun je aantrekken of losser zetten. En zo werkt het systeem in feite. En als ze er een ijzeren buis, een ijzeren omhulsel omheen doen, dan krijgen we een harde spoorstructuur. We hebben dus een doorhangende, maar we hebben ook een harde spoorstructuur. En in plaats van dan één hele lange trein erover te laten lopen, worden dit in kleine compartimenten gedeeld, kleine stukjes. En dan is ook de druk op de rail veel minder zwaar. En de voertuigen kunnen allemaal apart rijden, kunnen apart naar links of rechts afslaan en jou brengen naar de bestemming die je kunt krijgen. En het is mogelijk om ze elke 10 seconden dat er zo'n wagon voorbij kan komen. Hier zien we de modellen, beveiliging en ontsporingssysteem linksboven in die oranje rondjes. Dit systeem kan nooit ontsporen. Door wat in die oranje rondjes ziet, is het beveiligings-ontsporingssysteem. Rechts daarnaast zie je het in het echt, dat is een beetje lastiger te zien. Maar links zie je hoe het ongeveer is, dan kun je het vergelijken met rechts. En onder die twee de wielen zie je staal op staal wrijving is dat. En daardoor gebruikt het ook nog eens minder energie. Het wekt zijn eigen energie op, maar heeft ook nog minder energie nodig door die staal op staal wrijving. En de voorgespannen draden die liggen in een polymeeroplossing. En dat zie je in het rechterplaatje. Daar zie je de 6 voorgespannen draden. En dat soort cement wat je ziet is een polymeeroplossing. En daardoor kan het niet gaan roesten, zeggen wij. En in zware weersomstandigheden hoeft hier nooit geen onderhoud gepleegd te worden, want het zit allemaal veilig opgeborgen. En om het energieverbruik te bekijken, als je bij een auto kijkt, dan komt in een windtunnel, zie je de wind heel mooi vloeiend over de auto heen gaan. Maar aan de achterkant, de meeste auto's zijn recht. Dat wil zeggen dat die werveling de auto in feite een beetje tegenhoudt, maar daardoor ook meer brandstofverbruik nodig heeft. Als je rechts kijkt bij de Uniflash, die is in een windtunnel, begint de wind heel mooi eroverheen, maar omdat hij boven en onder erheen kan, gaat hij vloeiend achter weer weg. En dat wordt dus, de snelheid wordt dus niet beïnvloed door wervelstormen. Dat is heel belangrijk. En wat kan men hiermee bereiken als dit zo ontwikkeld wordt verder? Nou, natuurlijk een beter leefmilieu voor dieren. Het transport wordt heel erg versneld. Files zullen opgelost worden, want alle vrachtauto's hoeven niet meer op de weg. Die kunnen allemaal op bovenste niveau via de containervervoer. Zoals je rechts op de plaatje ziet, kunnen in kleine wagons zelfs pallets, die kunnen naar klanten gestuurd worden. Dus minder volume kan ook naar mensen gestuurd worden of naar bedrijven gestuurd worden. En dit alles is geïnspireerd en georiënteerd op groene energie. En hiervoor zijn ook al mensen afgestudeerd. In de Verenigde Arabische Emiraten, maar ook in Belarus, zijn er universiteiten die hebben leerlingen hier les over gegeven. Die konden naar het park toe, hebben daar ook van alles geleerd en ze zijn daarvoor afgestudeerd. Dus ze zijn al heel ver. Dit zijn de verschillende spoorconstructies. De bovenste is de doorhangende, dunne spoorstructuur, daar heb ik zo meteen een plaatje van. En de onderste twee zijn de harde. Elk heeft zijn eigen uitstraling en taken. En als je de bovenste kijkt, dan zie je rechts het plaatje, die bril ligt erop, dan zie je hoe smal en klein het maar is. Maar hier kan gewoon een zware container aan hangen, of hier kan de kleinste container aan, hè? Want daar zijn ze nu in de Emiraten ook aan het testen op dit spoor. En de grotere containers zullen op de harde spoorconstructie moeten. Maar zo zie je hoe weinig materiaal er maar nodig is. Als je dat afzet tegen een aanleg van een weg, is er groot verschil.
En linksonder zie je dan de voorgespannen draden, eventueel hier drie, in een polymeeroplossing. Ligt eraan hoe zwaar men het materiaal er overheen wil laten gaan. Maar dit is hetzelfde snaar gebeuren als wat men gebruikt voor het bouwen van wolkenkrabbers en bruggen. Maar ook in rails en elektromotoren zit het ook. Het zit eigenlijk overal in. Deze technologie wordt gewoon al heel veel gebruikt. Maar alvorens dat ze de markt kunnen betreden, moet elk voertuig getest worden. En daarvoor krijgen ze dan, als het goed getest is, krijgen ze daar een certificaat voor. En Juninski heeft al heel veel certificaten gekregen. Hier zie je een aantal. Hier staan ook patenten tussen en onderscheidingen. En ik denk dat jullie allemaal wel weten wat een patent wil zeggen. Een patent wil zeggen dat je bescherming hebt in de eerste 15 jaar, misschien 30 jaar, om dit zelf verder uit te ontwikkelen, omdat er heel veel geld mee gemoeid is. En hoe groter, hoe meer geld er mee gemoeid is, hoe meer tijd dat men krijgt om een patent terug te kunnen verdienen. En er zijn al veel patenten. Maar in 2019 is hij ook een van de experts geweest op een VN-programma voor duurzame ontwikkeling. Daar mogen maar heel weinig bedrijven komen. En Anatoly Juninski was een van de sprekers daar. Hij heeft linksboven die award gekregen, dat paardje. En dat is een hele prestigieuze prijs die één of twee mensen per jaar krijgen. Of bedrijven, moet ik zeggen. En op 16 februari 2018 is Juninski String Technologie lid geworden van een grote internationale organisatie. De International Association of Public Transport, de UITP. Dat is een groep van meer dan 1400 transportbedrijven over heel de wereld, ook onderzoekorganisaties. En over heel de wereld zijn er 96 landen die hierbij aangesloten zijn, iets meer. En Juninski is één van die bedrijven, één van de 1400. Dus in feite anderhalf bedrijf per land. Hoe belangrijk is het dan dat je hierbij mag zijn? Maar het mooie is, daar zie je het, Brussel. In Brussel is dit goedgekeurd. Mensen in België hebben nogal wat problemen, maar dit systeem is in Brussel goedgekeurd. Andere dingen mogen niet in België, maar dit mag wel. Wij mogen daar gewoon vertellen dat dit systeem geweldig is en hoe mooi dat het is. En we hopen dat het in onze landen ook gebouwd gaat worden. Dit zijn berekeningen, die kun je ook vinden op juninski.ingenieur. En mensen die nogal technisch zijn, die kunnen hier gaan kijken. Is het voor mij interessant? Ik snap er heel veel van. Ik wil zien hoe dat er werkt, want ik denk dat het niet kan. En dan kunnen de techneuten kunnen hier gaan kijken en kunnen zien hoe het werkt. Maar wij, ik ben geen techneut, en meerdere onder ons denk ik, wij kunnen het hier gewoon gaan lezen hoe het werkt. Wij hoeven de technische details niet te weten. En dit zijn de modellen. Dit zijn alle modellen voor passagiersvervoer. Tenminste, de meeste modellen tot 150 km per uur. Maar linksonder is de Uniflash. En die kan tot meer dan 500 km per uur halen. En dan zeggen heel veel mensen, ja, maar dat ken ik ook. Computertekeningen. Dat zal wel. Rechts hier zijn computertekeningen. Maar links zijn echte foto's. Die hebben wij kunnen maken in het park toen wij daar op bezoek waren. Toen het nog mocht. Toen er nog geen reisverbod was. En hier de bovenste is ook nog een model voor tot 150 km per uur. Daaronder zie je de Uniflash. En die kan tot meer dan 500 km per uur halen. En daaronder zie je twee modellen voor de industrie. Met daaronder, de onderste, de transportband. En die is heel belangrijk voor in gevaarlijke berggebieden. En hier hebben we het container. In eerste instantie zie je in het midden bovenin de tekening, hoe het op de computer gemaakt werd. Maar tijdens de ontwikkeling kwam men erachter dat het veel veiliger en ook voordeliger bouwen was als men een hangend vervoer maakte. Dus zo zie je, ook al heb je op een computer een tekening, dat wil niet altijd zeggen dat het dat uitgewerkt wordt. Want tijdens het maken en het testen en het ontwikkelen, komt men er gewoon achter, wij kunnen het anders doen. Dat is veiliger en beter en al die soort dingen meer. En dat is gewoon heel belangrijk. Dit is ook allemaal al getest in het klimaat voor tot min 60, maar ook al voor klimaat tot plus 60. En er zijn al veiligheidscertificaten voor. Hoe mooi is dat? En onderin zie je de transportband en links naast die transportband zal het eerste model komen dat een commercieel traject zal worden
naast het park, naar de vijver toe, waar mensen in het park kunnen gaan vissen. Kan men aan de weg instappen en dan kan men 1125 meter, geen kilometer, meter, reizen naar daarachter, naar de vijver. En daar kan men vissen de hele dag. Daar komt ook een heel park, een vakantiepark. En hier zie je de transportband iets dichterbij. Dan kan men vanuit een windgebied, dat is dikwijls ergens in de bergen, in een gevaarlijke of gevaarlijke plaatsen, kan men over de bergen heen deze transportband laten lopen. En bij de fabriek kan het gelost worden en de transportband gaat weer terug, die draait zo rond. En dan kan men hier op een veilige manier de grondstoffen van A naar B brengen. Dit heeft bijna geen impact op de natuur en verkeersongevallen in bergen, ja, dat wordt voorkomen. En de volledige systeemkosten van dit traject aanleggen is per kilometer 4 miljoen. Nou, dat is een schijntje tegenover als je hier een weg zou moeten aanleggen in bergen. Dan zijn er twee prioriteitsrichtingen waarmee Uniski Stringtechnologie gaat bouwen. Het eerste is het personenvervoer met 25 zitplaatsen. En het tweede is het containervervoer, staand en hangend, maar vooral hangend waarschijnlijk. En dat is voor de industrie. En dat is een van de belangrijkste. Maar nou zeggen heel veel mensen, ja, maar zo hoog in de lucht. En zegt dat er iets gebeurt en die wagon blijft haken. Hij kan niet meer verder, hij heeft een probleem. Wat dan? Nou, het mooie is, rechtsonder zie je een plaatje en dan zie je voor en achter een uitsteeksel. Dat is een soort koppeling. En dan kan gewoon de volgende container of wagon die komt, kan degene die stil is gevallen aankoppelen en naar het volgende station trekken of duwen. En daar kan men kijken wat er aan markeert en dan kunnen de mensen uitstappen en niemand hoeft gekke dingen te doen. En om helemaal veilig te zijn, hebben ze zelf gezorgd, mocht er echt niks anders kunnen gebeuren of wat dan ook, dat men zelfs een soort touwladder in de wagon heeft die je aan kunt koppelen. Is een heel mooi filmpje van. En dan kun je je eigen naar beneden laten zakken, een meter of 10. Dus er hoeft helemaal geen brandweerauto of wat dan aan het pas te komen. Men kan altijd zelf veilig naar beneden gaan landen. Hoe mooi is dat? En dit is het kantoor. Linksboven zie je het nogal druk in het kantoor, was in het kleine kantoor. Ze zijn rechtsboven naar een nieuw kantoor verhuisd. Nou zitten ze allemaal heel mooi in een mooie rij, met leuke groene plantjes ertussen. Heel mooi. En rechtsonder ziet u een productiebedrijf. Dit is het allereerste productiebedrijf wat in gebruik is genomen destijds. En zo was het in 2015. Men had een grond toegewezen gekregen, een vervuild oud militair terrein. Omdat Anatoly Jeninski zei, ik kan de aarde vergroenen, hebben ze hem de kans gegeven om inderdaad heel erg te gaan vergroenen en iets helemaal milieuvriendelijk goed te maken. Twee vliegen in één klap. Nou, je ziet, hier zijn ze mee bezig geweest om dat te doen. En in 2019 zag het er zo uit. In 2016 hadden ze getekend linksboven op de computer, zo gaan we het maken. U ziet dat het een beetje anders is geworden in 2019. Het is nog groter geworden, maar er is ook veel meer bijgekomen. En dan zie je achterin ook de vijver, dat daar ook dingen gebeurd zijn. De vijver links op het plaatje van 2015 of rechts van 2019 is al heel anders. En daar worden meerdere dingen ontwikkeld, zoals een park, maar meerdere dingen. En daar gaan we in de toekomst wel meer van te horen krijgen, maar dat is nu nog niet allemaal bekend. Dan gaan we naar de Verenigde Arabische Emiraten, want daar is ook van alles gebeurd. Er is een beurs geweest en op die beurs in april 2018 zagen de sheiks dit. Ze vonden het fantastisch, ze vonden het prachtig. En wat hebben ze gedaan? Meteen spijkers met koppen geslagen. Zij wilden hiermee verder. En ze zijn in gesprek gegaan en er zijn afspraken gemaakt. Anatoly Jeninski heeft daar ook een stuk grond gekregen en daar hebben ze een handtekening neergezet. Dus u ziet links zijn ze alles aan het bekijken van het geheel in het middenplaatje en rechts zetten de Arabieren en Anatoly Jeninski zijn handtekening. En daarna zijn ze naar het stuk woestijn gereden, wat ze kregen. Dat ziet u rechtsonder. En daar hebben ze bij die autosieren een eerste lintdoorknipping gedaan, dat officieel dit stuk grond voor de ontwikkeling van het transport was. Inmiddels zijn Earl en ik in vorig jaar november, eind oktober, begin november, naar de Verenigde Arabische Emiraten geweest. En wij hebben zelf gezien wat daar inmiddels gebouwd is.
En dat is echt geweldig. We hebben daar ook mee mogen rijden, al met de wagon. En we hebben daar echt fantastische dingen gezien. Maar dat ga ik jullie vertellen op een locatie, als we op locatie zijn. Want er is nu de tijd te kort voor. Maar als jullie 4 juli naar Rosmalen komen, dan geef ik een presentatie. Dan gaan we daar meer van laten zien. Dit is wat ze als eerste traject gebouwd hebben in dat woestijngedeelte. En dan zie je linksonder dat het station klaar is. En dan zie je de testen van de container. In het midden zie je het allereerste ritje van de passagierswagon. En je ziet achterin zelfs dat het station nog niet helemaal afgebouwd is. Maar men is zo snel mogelijk gaan testen om alles zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. En hier zie je wat er gebouwd is. In die wagon linksboven zijn wij ingestapt. Mooi op een plateau. Mochten we instappen zoals in het midden te zien is. En we zijn gaan reizen. 400 meter is het maar. Maar de ervaring is gewoon zeer uniek. En we zijn daarna ook naar het ecohuis geweest. Linksboven ziet u het ecohuis aan de buitenkant. En in het midden boven aan de binnenkant. Dit was echt toen ze het in het begin aangelegd hebben. En nu staan die planten hoog. En je loopt erheen. En het is een hele aparte ervaring. Want je ziet aan de bovenkant is het open. En we liepen daar binnen, het was warm buiten en het was koel. Heel apart. Je moet het een beetje voorstellen met als het hier een warme dag is en je gaat in de bossen wandelen. Daar is het ook veel koeler. Maar hier gewoon met planten in de tuin en daarbovenop natuurlijk ook, kunnen ze een heel mooi ecosysteem bouwen. En dan heb je aan de onderkant rechts een aanbouw van een station en nog een aantal gebouwen die nodig zijn voor de techniek. En hier zie je de test van de container. En rechtsboven zie je de pilaren staan waar men nu op dit moment bezig is om de rails in te bouwen. Het zal wel een aantal maanden duren voor het klaar is. We hebben al een paar foto's gezien dat ze de bouw van die rails zijn begonnen. Dus dat is heel mooi. Hier zie je nog een paar foto's ervan dat echt de passagiersvervoer en containervervoer samen kan. Het kan allebei op deze doorhangende rail. Dus die smalle rail die je er straks zag, waar die bril op stond, dat is deze rail. Sinds 2014 zijn ze bezig met ontwerpen, bouwen en certificeren van al de systemen. Maar sinds begin dit jaar zijn ze overgegaan van de ontwerp, test en certificeringsfase naar serieproductie en open commerciële verkoop op de internationale markt. En dat is gewoon heel belangrijk. Hier nog even, heel veel mensen zeggen, ja maar, die Anatoly Janinski die is al zo oud. Wat als er nou iets gebeurt met hem? Nou, wij zijn hier ook geweest, wij hebben dit ook gezien, de afslag naar het testcentrum. Daarachter tussen die twee duimen van die mensen in, daar zie je een auto rijden. Dat is de afslag om naar het ecohuis te rijden. En hiervoor links ziet u Anatoly Janinski staan en rechts ziet u zijn zoon. Toekomstverzekerd. En dit is een certificaat. Ze hebben een certificaat ontvangen vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. En hierin is door een extern bedrijf getest, gecontroleerd. En wat schrijven ze? De technologie voldoet aan alle veiligheidsnormen. En wat hebben ze gecontroleerd? De spoorconstructie, elektrische vervoer, anker- en tussensteunen en het reizigersstation. En deze geslaagde certificering bevestigt dat helemaal wordt voldaan aan de wereldwijde eisen van betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. En dit zal het besluitvormingsproces voor verschillende toekomstige klanten over de hele wereld vereenvoudigen. Want dit is dus een wereldwijd certificaat. Niet voor één land, niet alleen voor de Emiraten. Dit is echt door een extern bedrijf gedaan dat voor wereldwijd certificeert en controleert. En er zijn zware tests aan voorbij gegaan voordat ze dit gekregen hebben. En Janinski is nu dus geschikt om de wereldmarkt te betreden en kan zijn klanten hoge kwaliteit vervoer aanbieden. En inmiddels zijn er niet alleen in de Verenigde Arabische Emiraten gesprekken, maar ook in niet alleen in Sharjah en in Dubai, maar ook in Abu Dhabi. En ook in buurlanden als Egypte, Saoedi-Arabië en Kuwait. Maar Janinski zegt wel erbij, denk eraan. Wij doen mee met de aanbesteding in Dubai om op korte termijn deze sporen te gaan bouwen.
Maar, zegt hij, we doen mee en we hopen te winnen. En voor zover ik kan zien, biedt YouSky de beste oplossing voor Dubai. Maar het is aan de heerser van Dubai om te beslissen. En naast Unity String Technologie zijn er ook andere bedrijven die meedoen met deze aanbesteding. Zoals een bedrijf uit China, de VS, uit Israël en Frankrijk. Ze zijn allemaal betrokken bij deze competitie. En Sharia bekijkt ook een voorgestelde lijn om de belangrijkste stad te verbinden met de Oostkust. Dus de belangrijkste stad is Sharia natuurlijk, naar Koh Phangan. En Sheikh Sultan bin Mohammed al-Qassimi, hij is lid van de Hoge Raad en heerser van Sharia, die heeft ook interesse getoond in dit systeem van Unity String Technologie. En Unity String Technologie heeft natuurlijk ook een offerte ingediend, maar die heeft meerdere opties ingediend om de technologie in Koh Phangan te ontwikkelen. En waaronder de Skytrack voor vrachtvervoer naar de haven van Koh Phangan en ook een stedelijk netwerk in de stad. Nou, dat is heel mooi, want dat is natuurlijk heel interessant voor de Verenigde Arabische Emiraten in zijn totaal om hier dit nieuwe innovatieve transport als eerste de wereld te laten zien. Nou, als we dan naar Dubai gaan, dan zien we hier dat Dubai plannen heeft om van het vliegveld bovenin van Dubai naar onder naar het andere Al Maktoum transportvliegtuig te gaan en allebei de vliegvelden, vliegtuig zeg ik van het vliegveld, en allebei de vliegvelden te verbinden met de haven. En dan ziet u, het is 45 kilometer van het ene vliegveld naar het andere vliegveld en is het ook nog een 18,5 kilometer naar de haven toe. Nou, dit is gewoon heel mooi om dat te weten. En hier zien we Oleg Saretsky. En die is de controlerend persoon van Unity String Technologie om alles in goede banen te leiden in de Emiraten. En die laat hier al zien wat het stations zijn, welke ze allemaal aan gaan doen als ze dit systeem bouwen. Hoe mooi is dat? Wij hebben het echt gezien. Wij zijn hier geweest. Wij hebben dit echt zien staan. Als je dan kijkt naar de voordelen van dit vervoer, dat is veel beter als het normale spoorvervoer. En belangrijke logistieke problemen zoals hier in bepaalde Aziatische landen, die zijn daarmee zeker opgelost. Maar ook laad- en lostijden worden aanzienlijk verkort. En er is minimale grondwerving nodig. Kijk rechts bij het plaatje. De snelwegen liggen er, maar men kan in de middenberm kan men een pilaar plaatsen en dan kan het vervoer overheen. En zo kunnen de wegen ontlast worden en hoeft er nog niet meer wegen verbreed te worden, want dat is alleen maar waar het naartoe gaat. Meer wegen, nog meer asfalt. Men wil niet meer asfalt. En zeker dure terminals hebben we niet nodig. Dat is wel anders als je met spoorvervoer gaat werken. Maar Unity String Transport, YouSky, die onderscheidt zich nog meer. Niet alleen door de hoge efficiëntie, maar vooral door de lage schadelijke gevolgen voor het milieu. En zeker ook de hoge mate van veiligheid in het personen- en het vrachtvervoer. Het is bestand tegen sneeuw, mist, stof en zandstormen. Het is ook betrouwbaar bij alle extreme luchttemperaturen. Ik zei het er straks al, van min 60 tot plus 60. En het is bestand tegen vandalisme en terroristische aanslagen. Dat hebben wij echt gezien. Want in elke wagon zitten camera's. En men kan van afstand kan men deuren open en dicht maken. Men kan precies zien wat er in die wagons gebeurt. Dat is heel mooi. En wat het milieu betreft is dit natuurlijk heel goed voor de biodiversiteit in heel veel natuurgebieden, maar ook in drukke woongebieden, zodat daar de mensen gewoon kunnen leven en daar de ontwikkeling van dat beetje verharding, dat weg kan en dat we daar groen kunnen gaan planten. Deze baan van Unity String Technologie, die vernietigt geen vruchtbare grond. Die laat de vruchtbare grond juist verder ontwikkelen. En daardoor worden trekroutes van dieren niet geblokkeerd. Kijk, daar zie je twee kangoeroes die er staan. Die zouden op een weg hier niet lang hoeven te staan. En hier kunnen ze gewoon leven. Dit grote dieren, maar wat denk je van kleine dieren die we niet zo goed zien? Die kunnen ook verder overleven en zorgen voor de biodiversiteit. Maar belangrijk zijn natuurlijk de transportsystemen voor de kosten. Daar gaat het toch om. En in Europa, als je dan kijkt wat de aanleg van een hoge snelheidsweg betreft, die kost per kilometer aanleggen $30 miljoen. Maar ook het jaarlijks onderhoud per kilometer is nog eens $100.000. Dat is echt heel veel. $30 miljoen per kilometer. Ik heb er nooit bij stilgestaan. Zover is. Maar de Hyperloop kost nog meer. Want die komt er ook aan.
En de Hyperloop, die schatten ze nu op 50 miljoen per kilometer. Maar deze technologie is nog in de conceptfase. Er is nog niks echt ontwikkeld. Als men daar komt, dan weten we zeker dat het altijd, we hebben nog nooit gehoord dat iets goedkoper wordt. Het wordt altijd duurder. Dus verwacht dat dit nog meer per kilometer gaat kosten. Als je dan gaat kijken dat een kilometer metro kan oplopen tot 150 miljoen per kilometer. En als je dan kijkt naar hetzelfde deel van Uniski stringtechnologie, dan is dat ongeveer 10 miljoen. En als je gemiddeld kijkt, is het de kostprijs tussen de 1 en 10 miljoen per kilometer. Dus gemiddeld is het dan 5 miljoen, maar maximaal 10 miljoen per kilometer. Dat is een heel groot verschil. En als je dan ziet, als je dat afzet tegen 30 miljoen voor een gewone kilometer weg aan te leggen, dan zal dit heel gauw voor de beslispersonen toch een heel goed alternatief zijn. En houd er rekening mee, Uniski stringtechnologie, die gaat echt de hele industrie hiervan fundamenteel veranderen. En wij zijn daarbij. Wij zijn een stukje mede-eigenaar. Er is ook veel samenwerking met partners. En om een belangrijke partner te noemen, die we mensen uit België, ik heb nogal wat mensen uit België, die kennen er wel. En die kennen Bekaert, het bedrijf. Als ik zeg dat Bekaert de bekabeling levert op grote rollen, dan zegt iedereen in België, oh, maar als Bekaert, dat is een groot bedrijf. Levert die echt? Doen ze dat echt? Ja, dat doen ze echt. Wow, dan zal het wel betrouwbaar zijn. Nou, dat is dus het grote verschil in België, dat de mensen daar zeggen, dit is geweldig. En wij in Nederland zeggen van, goh, kan dat wel? Ja, zeker het kan. En zorg dat je er nog bij bent. Dit is de contactpersoon waar wij heel veel contact mee hebben. Vladi Volkova. En die houdt ons ook op de hoogte van alles. En die was in het park toen ze de bekabeling leverde. En daar heeft hij een mooie foto van gemaakt. En hem dan helemaal laten zien dat het heel zeker goed is. Daar staat op elke rol staat Uniski stringtechnologie. En links Bekaert. Bekaert levert echt aan Uniski stringtechnologie. En op elke van deze rol staat gewoon de naam. En het wordt zo geleverd. Hoe mooi is dat? Als je dan kijkt, heel veel mensen zeggen, ja, maar dat duurt zo lang en er gebeurt niks. Nou, als je goed gaat kijken, alle ontwikkelingen duren lang, dat is niet in een week, maar in 2015 is de grond gekregen. In 2016 had men in de Belarus het eerste traject gebouwd dat men kon gaan testen, van de Unitruck. Het jaar daarna was niet alleen de Unitruck, maar ook de Unibus en de Unicar ontwikkeld. En die werden toen al getest. En in 2018, vertelde ik net, toen zijn de sheiks van de Verenigde Arabische Emiraten ingestapt, want die zagen hoe geweldig dat het was. 2019 was het eerste traject klaar. Binnen een jaar is dat allemaal gebouwd in een woestijngebied waar men de ondergrond moest leren kennen, waar men moest kijken hoe er gebouwd moest worden, want dat is een hele andere bouwconstructie als in onze noordelijke landen. Ook wat de hitte betreft, het moet tegen de hitte kunnen, het moet allemaal goed zijn, het materiaal moet goed zijn. Dat er is heel veel test en bouw- en onderzoekwerk voor gedaan hoor. En in 2020 is de Uniflis erbij gekomen en die kan een snelheid halen tot meer dan 500 km per uur. En in 2021 is de container ontwikkeld. Dus als je ziet dat er elk jaar toch verder ontwikkeling is, een bedrijf wat iets op moet bouwen, heeft tijd nodig. Willen ze het goed opbouwen, dan moeten ze dit heel mooi opbouwen en een aantal jaren stabiel draaien, voordat ze echt kunnen zeggen, nu hebben we hier een groot bedrijf waar we naar een beurs gaan kunnen gaan. Maar tot die tijd, wij krijgen gewoon straks vergoedingen. En dat is gewoon heel mooi. Als moet ik even wachten, even verder. Ja, hier. Ook de media heeft er veel aandacht aan gespendeerd. En er is een man rechts geweest, een verslaggever, die kreeg dit te horen en die wilde het ook wel eens met eigen ogen zien, want die geloofde het niet. En die is gekomen en die heeft gevraagd, mag ik meerijden? Mag ik filmen? Mag ik dit, mag ik dat? Hij heeft alles mogen zien en heeft er een mooi klein filmpje van gemaakt en dat geplaatst. En nog dezelfde dag is het Fox News, CNN en een heleboel andere media, die hebben hier aandacht aan gespendeerd. En gewoon super mooi om te zien hoe geweldig dat toen, vanaf toen naar buiten is gegaan. En vanaf toen is er ook heel veel
door andere bedrijven komen vragen van wat is dat. Maar rechtsonder, daar zie je een bedrijf en, of een boek. En dat boek, dat is echt de Construction World. En dat is een boek dat echt voor het bedrijfsleven is. En die hebben er ook aandacht aan gespendeerd. De buitenste kaft werd een opdruk van het systeemgebouw geplaatst. Maar ook binnenin heeft men meerdere pagina's gebruikt om alles te vertellen en te schrijven. Nou, dat is heel erg uniek voor zo'n Construction Weekblad om er zoveel aandacht aan te spenderen. En ze schrijven op basis van de manier waarop Janiske Stringtechnologie het passagierssegment implementeert, lijkt het erop dat transport- en infrastructuurcomplexen van het bedrijf een meer levensvatbare oplossing kunnen zijn dan misschien het overschatte project van Virsing Hyperloop. Kom ik dadelijk ook nog op terug op Virsing Hyperloop. Maar er zijn heel veel landen geweest die zijn op bezoek zijn gekomen. Toen wij in de Verenigde Arabische Emiraten waren, kwam daar ook een delegatie aan. Wij begrepen niet wat het was in geblindeerde auto's. En die mochten, wij moesten even wachten, die mochten voor om bij ons voor te kruipen om een ritje te maken. We vonden het zo raar. We waren een aantal weken thuis en wat zien we? Deze plaatjes voorbij komen, die foto rechts. En die herkenden wij, want die hadden wij gezien. En toen zeiden we, wauw, wij hebben gewoon de koning en koningin van Lesotho gezien. En nog iemand van de autoriteiten. En die zijn daar wezen kijken. En nu weten we inmiddels dat al meerdere daar zijn geweest. En zij willen een traject bouwen. Want het land Lesotho ligt midden in Zuid-Afrika. En zoals je hier ziet. En zij hebben geen rechtstreekse verbinding naar een haven. En door dit systeem te bouwen, kunnen ze rechtstreeks naar een haven zonder een gevaarlijke weg af te moeten leggen door bergen. En ze zeggen dus, Janiske Stringtechnologie kan onze problemen oplossen en onze landbouwsector ondersteunen. En daardoor kunnen internationale investeringen aangetrokken worden en de overheid ondersteunt dit project. Dus dit gaat veel en veel verder. Zelfs landen gaan zelf al investeringen aantrekken om dit zelf te kunnen gaan bouwen. Ook een delegatie uit Zwitserland is geweest. En uit Brazilië zijn er meerdere keren delegaties geweest. Eerst de presidenten van, maar later overheidsfunctionarissen en nog later burgemeesters en ondernemers. En vooral ondernemers van bouwbedrijven die dan komen kijken, want die begrijpen er niks van en die willen zien wat het is en die willen horen hoe het is en hoe het gebouwd kan worden in hun land. Nou, als je dat gewoon weet, dan weet je dat ze al heel ver zijn om dit verder te ontwikkelen. Alleen de landen mogen het zelf naar buiten brengen wanneer ze dit naar buiten brengen. En dan pas gaat Janiske Stringtechnologie dit naar buiten brengen. Dit geldt ook voor Vietnam. Daar zijn František Scholl en Vladimir Maslov geweest. En die hebben daar ook gesprekken gevoerd. En die hebben ook belangrijke organisatorische en juridische kwesties met betrekking tot toekomstige werkzaamheden voorbereid. Om dit ook daar in dat land te kunnen gaan bouwen. En in Rwanda, ambassadeur van Rwanda is geweest met zijn vrouw. En die zijn ook dit rechts zie je de opstelling die in het Ecohuis staat. Daar zie je een 11 meter lang en 3 meter hoog voorbeeld van hoe het systeem werkt. Dan gaat boven over de rails zie je een wagon rijden. Onder over de rails hangt een wagon. Maar ook bovenin in de lucht zie je ook nog een doorhangende lijn hangen. Zie je hier op dit plaatje niet. Maar iedereen gaat ook hier kijken om in het klein te zien om uitleg te krijgen. En rechts zie je hier een mevrouw en dat is Sarapat Masitova. En zij beheert 2 transportbedrijven. En ze is algemeen directeur van een bouwbedrijf in Kirsië. Als die komt en die krijgt hier ook persoonlijk uitleg hoe alles werkt. Denk dan verder na wat daar gebeurt. En links zie je het kantoor en ze is ook in het kantoor geweest. Ze is daar ook eregast geweest en in het kantoor heeft ze natuurlijk verder uitleg gekregen hoe dit allemaal werkt en hoe het geïmplementeerd kan worden in hun land. Maar ook Michael Kazin, dat is een hele belangrijke gerenommeerde econoom en politicoloog. Hij is academicus van de Internationale Academie of Management, gepensioneerd staatsadviseur. Hij is tv- en radiopresentator en voormalig plaatsvervangend hoofd van een economische afdeling. En hij doet voorspellingen over de ontwikkelingen en de wereld, over de economieën in de wereld. En hij controleert ook de veiligheidssystemen. Hij is bij Janinski
in het park in de Verenigde Arabische Emiraten geweest. En die heeft je daar ook alle veiligheidssystemen kunnen zien. Linksonder zie je daar ook dat hij daar ook uitleg krijgt. Hij heeft een testrit mogen maken en hij was er helemaal enthousiast over. En hij zei, dit is heel professioneel. En hij ziet het transport en infrastructuur van Jyninsky Stringtechnologie als de meest kostenefficiëntste systeem in vergelijking met andere vervoersverwijzen. En dan gaat hij vergelijken. Hij zegt dan, in vergelijking met een vliegtuig is dit 3,3 keer kostenefficiënter. Met de hoge snelheidstrein is het 2,5 tot 3,1 keer goedkoper. En met de transperit magneettrein zelfs 9,6 keer kostenefficiënter. En als je vergelijkt met de auto, zal het energieverbruik 31 keer lager zijn. Een groot verschil. En door de veelzijdigheid van de Yuskai transportstructuur is het toepasbaar in verschillende klimatologische omstandigheden. Wat ik daar straks al zei, hier zei ik tot min 40, maar sinds kort hebben we gehoord dat het ook nu echt tot min 60 graden is en ook plus 60. Dus die luchttemperatuur is een groot verschil. En waarom investeren mensen in Yuskai? Nou, ze ondersteunen dit project omdat ze veel minder schadelijke stoffen in de atmosfeer uitstoten. En dan willen ze een bedrijf van ondersteunen om dit verder te ontwikkelen. En voor de aanleg van een kilometer snarroute is minder dan 100 vierkante meter land nodig. Dat is de oppervlakte van een bospad. En de aanleg van deze snaarbanen zal het natuurlijke landschap niet veranderen. En zal de bossen die zuurstof produceren behouden. Die hoeven niet gekapt te worden. En de meest veelbelovende gebieden zijn natuurlijk voor ons in het Midden-Oosten en in Azië. En daar spraken we natuurlijk een bevolkingsgroei, zoals ik straks al zei. En kijk in India, kijk in Pakistan, dan zie je het. Maar inmiddels zijn er ook vragen ontvangen uit de Verenigde Staten en Canada. Nou, dat zijn landen waar het eigenlijk niet zo dicht bevolkt is, maar die hebben wel lange afstanden. Dus die hebben een andere manier interesse. Maar wat wil dat zeggen, de financiële gevolgen die er op dit moment in de wereld zijn en vooral bij ons met Oekraïne? Heel veel mensen denken dat daar de financiële afdelingen zitten, maar dat is helemaal niet zo. Hier zie je dat Skyworld Community, en wij zijn dat, wij zijn die investeringsgroep, die is geregistreerd in Cyprus, Vanuatu en de Cayman-eilanden. Het is juridisch helemaal correct opgebouwd. En daarom hebben alle financiële beperkingen en andere beperkingen op Rusland en Belarus geen invloed op Jyninsky Stringtechnologie en ook op ons, op Skyworld Community niet. Dus dat is wel heel fijn. En als je dan kijkt, Skyworld Community, die visiteert al het financiële werk. En met name ons eigen persoonlijke account zijn in verschillende betaalmogelijkheden. En ook in geval van onvoorziene situaties die er misschien nog zouden kunnen komen. We werken via cryptocurrency en daarmee kun je over heel de wereld betalen en geld overmaken. En er is hier geen bank die 1 cent lening heeft gegeven aan het bedrijf. Het is allemaal afkomstig van mensen die een gift hebben gegeven om dit systeem te kunnen laten ontwikkelen. Hier zie je nog over de wereld waar ze zitten met hun kantoren. En daar zijn de financiële afdelingen zitten mooi verdeeld over de wereld. We hebben ook bericht gekregen van Nazerzhda Kosareva, dat is de vrouw van Anatoly Jyninsky. En die schrijft, het project blijft zich ontwikkelen. We hebben al de nodige materialen ingekocht in Belarus, wat voldoende zal zijn om het geplande werk in Wit-Rusland voor dit jaar te voltooien. Eventuele onderbrekingen in de leveringen zullen ons daarom niet hinderen. En op hun beurt zijn er ook geen problemen met de bevoorrading in de Verenigde Arabische Emiraten. Alle afspraken met onze partners kunnen gewoon van kracht blijven. En dan hier het innovatieve transport met de lineaire cities. We dachten dat dat een beetje langer zou duren, dat er wat verder in de toekomst zou zijn, maar blijkbaar inmiddels heb ik begrepen dat er al landen zijn die hier interesse in hebben en die dit willen gaan bouwen in hun land. En dan zie je hier dat andere delegaties ook zijn komen kijken en in gesprek zijn met Jyninsky Stringtechnologie. En dat zijn onder andere de landen Egypte, Saoedi-Arabië en Kuwait, maar ook Vietnam, Indonesië, India, Frankrijk, Zweden, Mexico en Ecuador. Hoe mooi is dat? Maar er zijn ook afgevaardigden alwezen kijken uit Rwanda en Brazilië, en het Koninkrijk Lesotho, waar ik daarnet liet zien, Zwitserland, Colombia, El Salvador, Jordanië, Roemenië. Dat is heel belangrijk met ecohuizen. De Dominicaanse Republiek en de Republiek Haiti. Maar ook de Tsjechische Republiek, Vietnam, de Filipijnen en Groot-Brittannië.
En er zijn al andere landen waar ook mensen uit andere landen al testrits gemaakt hebben, maar die nog niet zo ver zijn in de verdere ontwikkeling en bekijken ervan. Jeninske stringtechnologie kan ook niet alles tegelijk aan natuurlijk, dus de belangrijkste halen ze er eerst uit. Er zijn verschillende opties voor de aanleg van U-Sky-tracks en samenwerkingsverbanden zijn besproken. Er zijn ook pilots voor stadsvervoer al in gebruik die volledig gecertificeerd zijn, inclusief alle andere onderdelen voor stadsvervoer, zoals het passagiersstation, 2 tussensteunen en 2 ankersteunen gecombineerd met stations, de flexibele stringspoorstructuur, het rollend materiaal voor passagiers, de Unipod, elektrisch spoorvoertuig met stalen wielen, de Unicar, rollend materiaal service station, inclusief de controlekamer, de elektrische ruimte, de serviceruimte, de werkplaats, etc. Alles is gewoon al gecertificeerd. Hier zie je een aantal stations die ze eventueel kunnen gaan bouwen. En deze foto heb ik zelf gemaakt, rechts. Wij zijn op een stukje park geweest de dag daarna, toen wij niet in het park meer hoorden. We zijn met een taxi gegaan en we hebben helemaal van rotonde naar rotonde helemaal om het park gereden. En we zijn hier een stukje in het park gegaan. Dat bleek achteraf officieel niet mocht, maar we werden toegelaten. En hebben we hier een foto gemaakt door deze pilaren. En dit is een diepte van 2,5 kilometer. In deze rails wordt hier in deze pilaren wordt nu de rails aangelegd voor het 2,5 kilometer traject, wat ze zo snel mogelijk klaar wilden hebben om dan daarna te kunnen gaan testen. De mediabron World Construction Today publiceerde nog een artikel. Die schreef: Jeninske stringtechnologie heeft Vuursink Hyperloop verslagen. Denk wel wat? Ze schrijven: het ingenieursbureau Jeninske stringtechnologie gaat het passagierssegment in de praktijk wel brengen, terwijl Vuursink Hyperloop het idee van passagiersvervoer verlaat. Vaak in reizigerstreinen die versnellen tot boven de 1000 km per uur, Vuursink Hyperloop verzekerde destijds dat het deze lijn in de praktijk ging brengen. Maar niet zo lang geleden maakt Vuursink Hyperloop echter officieel bekend dat het idee van personenvervoer heeft losgelaten. Financial Times meldde dat Vuursink Hyperloop volledig was overgestapt op het transportgedeelte. Maar de auteur van Jeninske stringtechnologie wijst erop dat zelfs in moeilijke tijden als gevolg van de pandemie Jeninske stringtechnologie zijn plannen niet heeft opgegeven. COVID-19 was geen belemmering geworden voor Jeninske stringtechnologie. Zij hebben gewoon doorgewerkt. Het blad World Construction Today schrijft dat het begrijpt dat deze pandemie ook de activiteiten van het bedrijf van Jeninske stringtechnologie ernstig moeten hebben bemoeilijkt. In de moeilijke omstandigheden die door de pandemie werden veroorzaakt, gaf Jeninske stringtechnologie zijn plannen niet op. En wat biedt Jeninske stringtechnologie op het gebied van personenvervoer? Ze schreven: het bedrijf ontwikkelt, produceert en test viaduct, transport en infrastructuurcomplexen, gecontroleerd door kunstmatige intelligentie. Een heel verhaal erachteraan dat ik je zal besparen. Vuursink Hyperloop schreven, ze heeft kondigde destijds aan dat het passagierscapsules ging bouwen in zeer lage drukbuizen, konden dan gereisd worden met snelheden van meer dan 1000 km per uur. De media die was al enkele jaren zeer enthousiast over het idee, maar ze bespraken ook de mogelijke timing en de kosten voor de implementatie ervan. Maar er waren ook mensen die twijfelden aan de duurzaamheid van dit project. En de publicatie van de eerste versie van die Hyperloop concept leidde tot veel discussies tussen wetenschappers en ingenieurs. Maar Jeninske stringtechnologie had een betere versie van de Vuursink Hyperloop. En Jeninske stringtechnologie, dat ook alternatief transport ontwikkelt, schreven ze vorig jaar een certificaat van conformiteit van een veiligheidseisen ontvangen van de internationale organisatie TUV-SW. En kort daarna kondigde het de start aan van commerciële projecten. Dus u ziet, zo'n bedrijf, zo'n wetenschappelijk blad, die heeft al heel veel positief geschreven over ons. Ze schrijven: het microklimaatsysteem in het trouwtransport bewijst zijn effectiviteit zelfs bij plus 50 graden. Hoe werkt het? Dit zegt Anton Mawicek, hoofd van het ontwerp-ingenieursbedrijf. De unieke ontwikkeling van Jeninske stringtechnologie past het volume van de luchtuitwisseling aan. Het interieur wordt continu gevoed met een bepaalde hoeveelheid frisse lucht om een accordate concentratie koolstofdioxide te behouden die door passagiers wordt uitgeademd.
En het microklimaat is met succes getest bij extreme temperaturen tot plus 55 graden. En tegelijkertijd vertoonde het interieur een temperatuur van rond de 18 tot 23 graden. Nou, dat is echt heel, heel belangrijk nieuws. Zeker als dat zo'n vakblad schrijft. Als we dit samenpakken, ondersteunen we en bouwen we iets wat bijna nog niemand kent. Het transport wat u daarnet gezien heeft is heel innovatief. Het is snel, veilig, economisch, eenvoudig te integreren en milieuvriendelijk. En als je dan rechts op het plaatje kijkt, zelfs de wagons, die kunnen voelen, testen wanneer iemand binnen een gedeelte komt wat ze afgebakend hebben, dat het gevaar op zou kunnen leveren om elkaar te raken. En dan zie je dat de persoon in het rood, die wordt geïdentificeerd en dan stopt de wagon. Ik kan nu geen filmpje laten zien, maar er is een filmpje dat de wagon stopt. Als die persoon naar de wagon toe loopt, gaat de wagon zelfs achteruit. En als de persoon weer wegloopt, gaat de wagon hem weer volgen. Totdat hij uit het geasseerde gedeelte is, dat rode streepje. En dan kan de wagon weer verder. Dit is echt zo uniek, mensen. Ze zijn vanaf 1978 is Anatoly Gnitsky dit aan het ontwikkelen. Van 2015 gaat er eigenlijk zeer snel. Want toen waren er meer mogelijkheden, ook via het computer natuurlijk. We zitten nu in fase 14.2. Met fase 15 is het de laatste fase. Dus we zitten dicht bij het laatste gedeelte, maar gelukkig nog niet zo dicht erbij dat we hier mensen nog niet kennis kunnen laten maken met dit systeem. Om te zorgen dat dit bedrijf nog wat gelden krijgt om de laatste ontwikkelingen te doen. En daar zullen we straks ook heel erg voor beloond gaan worden. Dus hoe mooi is dat? Wil je wat websites zien? Dan kun je hier een aantal websites zien. Er is een vernieuwde officiële website van Gnitsky. En dat is ust.inc. En dat is, wordt alles omschreven wat er eigenlijk is. Maar er zijn ook, je kunt ook kijken naar de whitepaper. Elk bedrijf dat een beetje gerenommeerd wil zijn, moet een whitepaper hebben om alles op te schrijven. Dat hebben ze ook. Ze hebben alles wat nodig is om te ontwikkelen en verder te gaan. Er is niks wat ze niet hebben. Ik heb mensen het laten controleren en testen en ze zijn gewoon helemaal in orde. Hoe mooi is dat? Dus ik zou zeggen, als u nog vragen heeft, bel ons. U kunt Earl of mij bellen. Hier staan onze telefoonnummers. Dan kunnen we u nog vertellen wat er verder is. We zijn allebei zoveel mogelijk bereikbaar. Zijn we niet bereikbaar, dan bellen we u terug of schrijven even een WhatsAppje. Dan kunnen we u op het tijdstip bellen dat u graag wilt. Dus ik zou zeggen, dankjewel voor uw aandacht. En misschien tot aanstaande maandag in Rosmalen. Want dan gaan wij op locatie een presentatie geven. En dan kunnen we iets uitgebreider op alles ingaan. En dan willen we iets uitgebreider op ingaan. Rosmalen is heel makkelijk te bereiken. U gaat via naar Den Bosch richting Rosmalen. U stapt bij het station uit en u loopt 10 meter en u bent binnen. Verder hoeft u niet te lopen. We zitten echt aan het station. Perron 1 en 2 zijn de perrons voor opstappen in de trein. En perron 3 is binnenkomen bij ons in onze presentatie. Dus reizen is niet erg, dat kan makkelijk. Maar komt u met de auto, er is een hele grote parkeerplaats, gratis parkeren. Dus voor niemand een probleem, denk ik. Dus ik zou zeggen, dankjewel voor uw aandacht. En ik hoop jullie allemaal maandag te zien. Dus tot ziens, bedankt en tot de volgende keer.